Hallo daar en welkom terug op school. Alleen gaat het er hier een klein beetje anders aan toegaan dan je het gewoon was. Dit zijn 7 dingen die je zeker moet onthouden. Social distancing. Je moet op 1,5 meter zitten van elkaar of meer. Als je mijn oksels kan raken, dan ben je te dichtbij. En hoe graag je dat ook wilt, niet aan elkaar likken. Als je in het middelbaar zit, altijd een mondmasker opzetten. Op de speelplaats, in de gang, op het toilet. Dat laatste misschien niet, maar vooral altijd. Blijf in je bubbel. Ik weet, dat is een beetje vervelend. De klas in 2 gesplitst. Je mag maar met 10, 14 mensen tegelijkertijd in één lokaal zijn. Hé, de andere helft. Je FaceTime je toch gewoon? Was die handen. Serieus, je gaat dood als je het niet doet. Water en zeep, 1 minuut lang. Vuile handen, dat is een beetje als een soort van SOA. Daar wil je niet mee gepakt worden. Please, 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 nies niet op anderen. Als je dat ervoor wel deed, creep en vies, maar nu al zeker niet doen. Als je dan toch moet hoesten of moet niezen, doe dan in je elleboog, zoals de old school dab, of gebruik gewoon een zakdoekje. Daarna wel even terug wegsmijten natuurlijk, want anders is dat ook heel vies. Maar hou uw lichaamstappen gewoon voor u. Dankjewel. Ziek zijn is gelijk aan thuisblijven, want naar school gaan met hoest of met koorts, dat is gevaarlijk voor jou en je klas. En zeker ook niet op bezoek gaan bij iemand die ziek is. Je gezicht is lava. Probeer het niet aan te raken, want vieze beesten op de deur klingen, die zitten zo op je hand en dan misschien ook in je neus. Willen we niet. Hey, dus eigenlijk is het super simpel, hè? Hou het proper en hou afstand. En ik weet het is een heleboel gezeur en dit duurt fucking lang, maar je redt er misschien wel echt levens mee. Dat van jou, dat van je oma, dat van mij misschien. Waarvoor nu al, merci en veel succes. Volhouden.